Aanstaande zaterdag is de Ocean Race terug bij Veronica. De zeilers zijn inmiddels gestart aan de vierde etappe richting Hongkong. En we kijken terug naar de gevolgen van de heftige etappe over de zuidelijke oceaan richting Melbourne. Het is voor het, zeg maar de omgeving en het weer en de omstandigheden is het echt best wel een fysieke zware leg. Ik ben nog nooit zo zuidelijk geweest. Je hoort natuurlijk alle verhalen altijd van ja, zuidelijke oceaan, grote golven, veel wind, ruige omstandigheden. Dus die hebben we nog nooit meegemaakt. I was on deck grinding on the aft pedestal and a big wave came and I don't know, it was really quick, but I think Pete and I both got smashed to the back of the boat. I had a big pain in my right hand side and I couldn't really move my right leg. Het is ontzettend zwaar en ik krijg maar net aan genoeg slaap, dus iedereen is behoorlijk moe. Dit en nog veel meer aanstaande zaterdag om 6 uur bij Veronica.